De rioolwaterzuivering in Den Bosch. Alles uit de stad en omstreken komt hier terecht. Van industrieën tot wat u door het toilet trekt. Een omvangrijk proces waarbij per uur 15 miljoen liter water binnenstroomt. Nieuwe technologieën maken het mogelijk energie te winnen uit dat afvalwater. Maar voor dat gebeurt, moet eerst het afval van het water gescheiden worden. We zijn hier bij de eerste stap in het zuiveringsproces van de rioolwaterzuivering in Den Bosch, waar eigenlijk alle grove delen worden verwijderd. Dus dan moet je denken aan maandverband, toiletpapier, af en toe een dode rat. De grove delen die verwijderen we in deze installatie. Nadat we alle grove delen eruit hebben gehaald in stap 1, halen we hier de wat kleinere delen uit. En dat doen we in een hele grote tank, een grote bezinktank, waarin de fijne deeltjes nog naar de bodem zakken en de rest van het water door kan naar stap 3 van het proces. Nou, hier zijn we dan bij stap 3. Nu hebben we alle vaste delen eruit gehaald, de grove delen vooraf en de wat kleinere deeltjes. Wat nu overblijft in dat water is eigenlijk nog zijn alle opgeloste stoffen. En die halen we eruit door middel van bacteriën. De bacteriën hebben heel veel zuurstof nodig en die breken al die vervuilingen af en maken het water schoon. En het is eigenlijk een hele grote bak die we aan het beluchten zijn waar allemaal bacteriën in zitten. Nadat de bacteriën het water nu schoon hebben gemaakt, komen we bij de laatste stap, dat is stap 4. Want hier moeten we alle bacteriën er nog uithalen. Dat doen we in deze hele grote tanks, waar we in feite de bacteriën gewoon laten bezinken. Wat we overhouden is dan schoon water. En wat gebeurt er met het schoon water? En het schone water gaat hier dadelijk naar het oppervlaktewater, dus de Maas in ons geval. En de bacteriën die gaan terug naar de gistingstank waar we er energie van kunnen maken. Schoon afvalwater dat weer teruggaat naar de rivieren en bacteriën die ons energie opleveren. Straks zien we hoe dat gebeurt. Eerst even naar het eindproduct, fosfaat, dat als kunstmest wordt gebruikt. Dat wordt verkocht, levert winst op en bovendien versterkt Nederland daarmee de eigen positie. Op dit moment halen we het grootste gedeelte van ons fosfaat naast dierlijke mest natuurlijk uit fosfaaterts. Dat wordt geïmporteerd uit landen buiten Europa. We hebben in Europa geen fosfaatmijn. En dat betekent dat we afhankelijk zijn van andere landen. En als je het dus zelf kan terugwinnen, dan is dat eigenlijk wel heel verstandig, ook voor de toekomst, om onafhankelijk te worden. En dat is mooi, maar eerst moet dat spul nog wel gewonnen worden. Uit bacteriën dus. Terug naar Ferdinand. Nou, nu hebben we net het zuiveringsproces gehad. We hebben een aantal stromen uitgehaald, dus die fijne deeltjes, maar ook de bacteriën uit die laatste stap, die grote nabezinktanks. En al die stromen die brengen we hier naar deze twee grote gistingstanks, zoals ze heten. Hier gaan die producten eigenlijk rotten, want ze liggen er wel 20 tot 25 dagen in. En daar ontstaat biogas bij, wat we in die tank hierachter nog opslaan. En vanuit dat gas kunnen we uiteindelijk energie opwekken. En hoe doet u dat en waar? Nou, dat kun je opwekken door het gas in een motor te stoppen. Die motor die drijft een dynamo aan en dan kun je elektriciteit opwekken. Nou, we hebben net die gistingstanks gehad. Daar ging al het slip in en hebben we biogas gemaakt. Maar daar hou je ook nog een restproduct over, het slip. Dat ontwateren we, er zit nog heel veel water bij. En wat je uiteindelijk krijgt is een eindproduct, een droog eindproduct, wat je hier in die grote containers ziet vallen. Want vanaf hier voeren we het af naar Moerdijk, waar we het verbranden. Dan hou je een asrest over en dat wordt eigenlijk vooralsnog in de wegenbouw gebruikt. En in de toekomst moet dat? Ja, het liefst willen we daar andere producten van gaan maken, zoals fosfaat of kunstmest. Duurzame producten dus? Ja, absoluut. Wij zijn dus naast het fosfaat terugwinnen ook bezig met dus de lange termijn, dus het vervangen van olie. Dus biomassa kan je ook gebruiken om producten van te maken als bioplastics, terwijl we daar nu meestal nog olie voor gebruiken. Dus nu staan we hier met alleen fosfaat. Ja. Over een x-aantal jaar staat hier met een hele tamtam aan producten die we kunnen maken. Ja, dat is idealiter wel zo. Dus wat wij uiteindelijk doorspoelen in het toilet is eigenlijk goud voor u? Ja.
als je er goed mee omgaat, dan kan je daar iets heel nuttigs mee doen.